Deze nieuwsuitzending is van zondag 4 oktober 2020. Um, ik ga het hebben over de corona-zwendel. En dat beargumenteer ik dan vanuit de sterftecijfers, zoals die te vinden zijn, op de website van het Centraal Bureau voor Statistiek. En die houden ons. Uh, ...zo goed als dagelijks op de hoogte van het aantal overledenen. Toen ik begon met het bijhouden van die sterftecijfers van het CBS, toen werd er nog onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Dat doen ze niet meer. Het lijkt me ook overbodig hoor. Maar goed, daar hebben we het nou niet over. Tot en met week 37 zijn in 2020 115.260 mensen overleden. Dat is 0,6621 procent van de bevolking. In 2018. Waren er tot en met week 37 110.462 mensen overleden? Het punt is dat er in die dagen in Nederland 17,18 miljoen mensen woonden. En in 2020 zijn dat er 17,4 miljoen. Dat scheelt even hier. Dus is het logisch dat er in 2018 minder mensen doodgingen, want er waren toen minder Nederlanders. Nederlanders. En als je dat corrigeert, dan kom je tot de conclusie dat tot en met week 37 hebben wij een oversterfte ten opzichte van 2018 van 3342 mensen. Dit is het CBS, dus 2020 vergeleken met 2018. Hmm. Daar zijn we dan mee klaar. En de grap is dat wij een sterftegolf hebben gehad. in 2020, van week 12 tot en met week 19. Toen gingen in een heel veel mensen heel erg veel dood. Als je die acht weken buiten beschouwing laat. Er was dus vanaf week 12 tot en met week 19 iets aan de hand in Nederland. Als je dat kortstondige effect buiten beschouwing laat, dan hebben wij nu in 2020 in Nederland een ondersterfte van 5775 mensen. Dus 2020. Is een heel goed jaar vergeleken met 2018, met die beroemde griepgolf. Als je week 12 tot en met week 19 buiten beschouwing laat. En neem je die acht weken wel mee, dan hebben wij een oversterfte van 3342 mensen. Voor de eerste 37 weken van dit jaar. Ja, er komt een tweede golf aan. Ja, kijk, er is alleen maar die piek geweest van week 12 tot en met week 19. En heel toevallig, zal iedereen zeggen. kwam die piek gelijk nadat onze premier de horeca had gesloten. en ook moeilijk ging doen over reizen met het openbaar vervoer. Gebiedsafsluiting heet dat. De sperbezirk. Nee, spert. Je wordt gespert. En toen gingen er heel veel mensen dat. Die sterftegolf uitgedrukt ten opzichte van wat er op basis van 2018, als je dat neemt, als uitgangspunt, hoeveel mensen zijn er gestorven in week 12 tot en met week 19 van 2018 en hoe verhaalt zich dat tot wat hier is, nu. Nou, in 2020 zijn in die weken, die acht weken, 9116 91, mensen meer overleden. Vergeleken met 2018. Ja. En van die mensen heb ik gezien dat slechts twee derde of zo, of 60%, die is positief getest op corona. En dan kan jij gaan afvragen hoe het zit met fout positieve. En je kan je ook afvragen, waar zijn die andere mensen dan aan overleden als dat geen corona was? Of zijn dat fout negatieven? Ja, ze hadden wel corona, maar we merkten het niet. Ik heb al eerder gezegd, er is niks aan de hand. Je hoeft niet in paniek te raken van de stupiditeit der mens, want dat was altijd al. Dus het is een beetje raar om dan nu plotseling anno 2020 moeilijk te gaan lopen doen over stupiditeit. Dus er is helemaal niks aan de hand. En die coronacrisis, dat is één grote fabel. Dat is uit de duim gezogen. Serieus. En toen ze kwamen met die gebiedsafsluitingsmaatregelen. Dus mensen niet meer mogen reizen en niet meer mogen knuffelen. En, uh, je mag niet meer dansen. Je mag tegenwoordig ook niet meer samen zingen. Uh, maar, ja. en dat heeft een hoop doden gekost. En het ontneemt ons het plezier in het leven. Hier. Dus op termijn gaat dat ook nog kosten. Je kan zeggen, die anderhalve meter uh, maatregel, dat is prettig, want dan hoef je niet meer naar die vervelende verjaardagen binnen je familie. Nee, dat durven ze allemaal niet meer. Nou, kan jij lekker thuis blijven en dan ga je vissen met je rijf. Je kent het toch wel, jij aan de waterkant en uh, zij onder een parasolletje met een krat bieren. Snap je? Nou, de hele coronatoestand, je kan het dus zien. Dat is uh, zo simpel. We hebben tot nu toe vergeleken met 2018 uh, afscheid moeten nemen van 3342 mensen, meer dan verwacht. In week 12 tot en met week 19 was dat 9116, dus daar zit die groep in. En laten we week 12 buiten beschouwing. Dan zitten we opgescheept met 5775 meer bejaarden. dan dat echt verwacht was op basis van 2018. Dus wat moet je met die oudjes? Maar ja, zo is het. En jij kan in paniek raken. Je kan uh, een protesterend mondkapje kopen. Dat maakt me niet uit, er is niks aan de hand. Bent. Dan ga je op je kop staan. Er is niks aan de hand. Ja. Wim Kruidentuin, die wil met mij nou wel beginnen over aerosolen en ventilatie. En dan kijk ik hem zo droogjes aan. En dan denk ik denk, ja. Ventilatie was altijd al erg belangrijk. Het is zo simpel toch? Er is een fenomeen en dat heet Sick Building Syndrome. Een hele rare term. Want dat gebouw is niet ziek. Nee, die mensen die daar werken, die werden allemaal ziek. Dus dat is niet een ziek gebouw. Nee, het is een, een slecht gebouw. Bad Building Syndrome. Zo moet het dan heten. Niet Sick Building Syndrome. En wat had dat mee te maken? Nou, een of andere joker die had verzonnen... Als je ventileert, dat dan die lucht van buiten die heeft een lagere temperatuur Dus dan moet je stoken. En daar houden ze dan niet van. En dan gaan ze warmte wisselen met die, die buitenlucht. Uh, als ze hercirculeren, de gaat verdamme. Ja, daar werden mensen ziek van. Je hebt hele lage stookkosten, inderdaad. Ja, dan er kon helemaal geen frisse lucht naar binnen. Snap je? Bah. In mijn studie. Ik heb luchthygiëne en verontreiniging gedaan. N42. Dus een studierichting in Wageningen destijds. En dat ging. Dat was een keihard keigoed onderwijs. En toen kwam ik erachter. Dus ik heb gewerkt voor de KEMA ook nog. De stage. Ik heb dat schandaal uitgezocht dat ze de Amercentrale in Brabant. Die wilden die Jokers in Den Haag. wilden de Amercentrale uit gaan doen. Als de SO2-waarde boven het 98 percentiel kwam. Nou, daar heb ik een stokje voor gestoken. En dat is onzin. Dus ik weet waar ik het over heb. Geloof me. En waar ik achter kwam is dat de kwaliteit van binnenlucht in Nederland lager is dan de kwaliteit van buitenlucht. Of er nou NO2 in zit of SO2 in zit of CA4, maakt me niet uit. De luchtkwaliteit in Nederland, dat, dat zie je zo: binnenlucht is smerig. Punt. Je moet ventileren. Dat is noodzakelijk. In mijn flat heb ik, uh, ik heb twee balkonnetjes. En bij allebei heb ik een klapraampje. Ja. En die klapraampjes staan altijd open. Ik weet ook nog dat. Hadden ze hier met de, de herverbouwing, verbetering, toestand, renovatie. Hadden ze. Een, een CO2-melder of zo, of koolmonoxide-melder nee, of zoiets. En ook iets met ventilatie die aansloeg. Ik zeg: Jongens, kan je het niet even ophouden? Ja, maar meneer is gevaarlijk voor de koolmonoxide. Ik zeg: Jongen, ik heb hier altijd het klapraampje open. Ja, maar dat kunnen wij niet zeker weten. Ik zeg: weet Wat jij dan doet? Hé? Homo. Dan uh, schroef je er een schroef in en dan kan het raampje niet eens meer dicht. Dan zijn we toch klaar. Met degene. geen... Nou, toen hield ze op. Ziet mooi zo, oprotten met dat ding. Ik ventileer altijd, wat is dat nou? Dat is leuk als je huis ruikt naar je eigen. En dat heeft wel zo zijn grenzen, dacht ik. Hè? Of beter gezegd, ik rook weer eens. Ja, en dat is helemaal een reden om te gaan ventileren. Maar ik vertel je, als je stopt met roken, dan krijg je ook dan krijg je meer neusvermogen. Dan ga je ja, daardoor weer meer ventileren. En als je rookt, moet je ventileren. Is dat nou? Ja, ik ben toch niet van de chemieafvalverspreidings uh, Greenpeace of zo? Lekker dat er helemaal niks aan de hand is. En je zit in de bus met allemaal maloten met een mondkapje. Ja, maar Piri, jij zit er ook met een mondkapje. Ja, maar ik ben geen maloot. <laughs> Oh, Dat was van de week weer. Oh, die buschauffeur uit de plaats, jongen. Jongeman! En die, die jongeman: Ja, meneer de buschauffeur? Wat is er? Jongeman, waar is je mondkapje? Oh, zit die jongen? Oh, wat stom. Oh nee, dank u wel dat u het even zegt. Ja, nee, nee. tja, was ik helemaal vergeten. <laughs> oh 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 oh. Christus heeft gezegd: als je mij snapt, dan verander je in een schaapje omringd door wolven. Ik zeg: als je mij snapt, dan verander je in een wolf omringd door allemaal schaapjes met een mondkapje. Jij kan kijken wie je gaat oppeuzelen. <laughs> je moet het een beetje lollig zien hoor. Ja, kom op jongens, serieus blijven met deze onzin. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Hè? Tot en met week 37 zijn er dan een oversterfte hier in 2020 van 3.342. Dat is merkwaardig. Dat komt alleen maar door week 12 tot en met 19, met een oversterfte van 9.116. En voor de rest, als je die weken buiten beschouwing laat, hebben wij een ondersterfte van bijna 6000. Een ondersterfte. En dat we die ondersterfte hebben, dat is al een hele tijd bezig. We worden om een of andere reden steeds ouder. Ik zou ook niet weten waarom dat nodig is, maar dat betekent niet dat je ze moet gaan afslachten. Bezie de dingen rustig, AUB. Laten we het hebben over leuke dingen. Ik heb een uh, fond gemaakt. Wauw. Dus ik ben uh, gisteren naar uh, de Koninklijke Slager gegaan. En botten gekocht. En ik kreeg uh, een halve boodschappentas vol met botten. 2,50 euro. die botten die kan ik natuurlijk geven aan mijn buurvrouwen voor de hond. kan ze lekker op knagen? Vinden ze leuk. Een lekkere fond geworden, joh. Wat ik heb gedaan is uh, twee stevige uien. Een mooie harde grote uien. Dikke plakken gesneden. Ja, geschild natuurlijk. En dikke plakken, niet te moeilijk doen. En die als eerste gebakken in olijfolie. Dus, laten we daarmee beginnen, dacht ik heb ik toen nog bij Kruiden zitten er ook in. Dus rozenmerijn zit erin. Laurier zit erin. En uit mijn kruidentuin heb ik uh, dragon en Thaise basilicum. Thaise basilicum, dat is hetzelfde als gewone basilicum. <laughs> Niet echt, <maar laughs> En uh, dat heeft een anijssmaakje. smaakje. Dus een beetje anijs zit er ook in. En van mijn peperplant twee rode pepertjes. Zo, ja. die zijn heet, jongen. En nou, dan die botten erbij. Oh, en een wortel. Voor de smaak. Hè? Lekker hoor, een wortel geeft een lekkere... Ja, je kent het wel. Dus een beetje zoet, en een beetje fruitig. En dan laten pruttelen. Mijn hele woning die stinkt naar de vond. Ik heb hem vandaag weer opgestookt. En ik zit nu te twijfelen wat ik ermee ga doen. Ik ga in elk geval een stuk ga ik filteren. En doe ik in een flesje. En dan krijg Wim, Wim aan. Lekker man, 2,50 euro botten. En een partij vet en eiwitten, joh. Word je helemaal crazy, van. Oh ja, ook nog een behoorlijke klont roomboter zit er ook in. Ja, waarom niet? Die uien, die gingen ging een beetje wild, met nee, vuur een beetje lager. Ik denk, huppakee, een klont boter erin. En die uien lekker door, echt tot aan goudbruin. Niet te zuinig. En de rest komt nog, naar water erbij, en die botten erin. Dat is helemaal niet moeilijk, hoor. En Rozemarijn, ja, die groeit bij Wim in de tuin. Dus ik heb drie stekjes, maar die zijn heel kleintjes. Wim heeft een manshoge Rozemarijn in zijn tuin. Hè. Dus, ja, die krijg ik zo mee. Een laurier heeft hij ook. Dus ja, laurier en Rozemarijn, allemaal van Wim. Al alles wat ik had, zit erin. Het is leuk als ik dan weer bij Wim ben, dan kan ik weer zeuren. En dan krijg je weer zo'n plastic tassie. Wim heeft altijd een plastic tassie. <laughs> ik ook. <laughs> ik ben ook echt zo'n zo sukkel die dan. bij de Turk. Denk er is een Turkentassie. Die bewaar ik allemaal. Die gooi ik niet weg, Wim. Altijd handig. En ja, Wim heeft ook altijd een Tassie. Nou, dan kijk ik van die, die muk mee. Laurieren en Rosemarijn. Ik ben benieuwd hoe die dragon erin zit. Er zit wel veel in hoor. Met kruidige dingen. Dus die dragon en rosamarijn, gaat ook knokken. En die peper zit erin. En dan die Thai'se basilica. Mijn oregano, die moet ook nog komen. Dat lijkt me ook zo lekker. Zo'n leuk plantje joh, oregano. Als je kijkt naar oregano, hoe dat groeit, daar word je blij van. Het is een heel grappig een soort bodembedekkertje. Hoor. Het is een heel grappig plantje. En ruikt lekker die van mij. Alleen het zijn kleintjes. Ik moet even gaan bellen met mijn energiemaatschappij met wat ik ze nou betaal en of het nou allemaal klopt met die rekening. En dan map ik er een tientje elektraal bovenop. Serieus. 10 euro in de maand erbij. Ja, waarom niet? En dan weer plantjes. Dingen vrolijk beschouwen is erg belangrijk. Niet zo serieus de A, U, AUB. Ga leuke dingen doen. Christus heeft gezegd: doe niet dat wat je haat. Ja, precies. Dat betekent dat Hij toestemming geeft om iets te gaan doen dat je leuk vindt. Nou, als het van Christus mag, je mag dingen gaan doen op voorwaarde dat je ze niet haat. Nou, dan heb je nogal wat uh, aan keuzemogelijkheden, dacht ik. Huh? Dan kan je zelfs gaan abseilen. Ik zou het niet doen, dat is levensgevaarlijk, maar... maar als je dat leuk vindt. Ik wil een goede uh, upseilverzekering nemen, dat als je in allemaal stukken terugkomt, het, uh... <coughs> ja, dat je van tevoren een, uh, ja, een kistje met geld hebt. Want dat we jou kunnen opkalifateren van je eigen gespaarde geld. Als je gaat afzeilen Geldt ook voor springen Iedereen die parachute springt, die moet eigenlijk kunnen aantonen dat hij 10.000 euro op de rekening heeft staan. Zodat als hij naar beneden flikkert, zodat wij uh, een vergoeding krijgen om die rotzee op te ruimen. Maar voor de rest, als je gaat karpervissen. Ja, sorry hoor, maar. Wat kan je nou gebeuren als je gaat karpervissen? Hé? Hey. Lekker, man. Met je zoon. Yeah. S'morgen zo vijf uur eruit natuurlijk. Nee, karpus dat is meer in de avond. Oké, okay, dat kan ook. Palingvissen. Paling is echt in de ochtend te vangen hoor. Zo. Een best lekker hoor, paling. Paling in het groen. Ja, maar Piggy, je mag tegenwoordig als je vissen vangt, mag je ze niet mee naar huis nemen. Nou, als iemand het ziet, krijg je een boete. Dat is de afspraak. E? Als niemand het ziet, dan mag het. Ja, ja dan ben je een beetje relaxed. Ja. Ik weet nog dat ik in Finland. Er was goud, goud. Hè. Werd ik s'morgens wakker. En ik had uh, nou, hele belangrijke dingen doorgenomen. met Wim Kruidentuin en zijn pleegzoon. En dat kost een beetje tijd. En. In Finland hebben ze geen bier, maar ze verkopen het wel alsof het bier is. En dan drink je dat maar. En dan word je helemaal niet dronken van. Dus dan zit je heel lang te drinken, snap je? Want je wordt helemaal niet dronken van het Finse slootwater. Ja, en dan word je s'morgens om 11 uur wakker. En toen was iedereen weg. Dat vond ik zo fijn. Zo heerlijk. De hele nacht door drukke dingen besproken met Wim Kruijdentuin en zijn pleegzoon. En ik heb ook een herrie getrapt. Maar uh, heb je dan nog de klote slootwateren van Finland en het tankje maar door? En dan word je s'morgen om 11 wakker en dan is iedereen weg. Kijk, Jean-Paul Sartre heeft gezegd: L'enfer c'est les autres. En dat is zo. De, de hel. Dat zijn de anderen. Als je geen mensen in je omgeving hebt, is er niks aan de hand. Oh, wat lekker. En dan had die uh, hoofdvrouw, want, uh, die is ook Vins, en die had gebruld. Uh, 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 of dat nou komt omdat ze Vins is of omdat ze vrouw is. In elk geval, ze zei: uh, Ja, uh, boodschappen doen in het dorp. Dat, uh, ja, we halen het niet op deze manier. Er moet meer vis gevangen worden. En nou vist ik al elke dag. Dus. En elke vis die ik ving, die ging in de braadman. Hè. Behalve een kleine snoek. Die hebben we vrijgelaten. En die dag. En het was half elf, elf uur. En dan uh, koffie stond er nog. En uh, er was ook nog een pannetje. En er lagen uh, hardgekookte eieren in. En dat is, nou, zo'n mooi ontbijt: koffie en ei. En dan ben ik wormen gaan zoeken. En die, uh, die slimme Finse man, dat, dat stuk, dat was de koster, by the way. De koster van de kark. Die koster zijn uh, schiereiland. Was afgehuurd. Nou, en die koster. Die had uh, gezorgd voor een plek ergens met schaduw. En dan zat ook een schep. En uh, dan moet je gaan graven. En dan pak je die warmen eruit. En dan rijf En dan waren er een stomme. noem je dat ook weer? Dat is zo'n plastic boot. Ja, dat spul ik alweer. Je hoeft het niet te schilderen. Van die laagjes plastic. zo'n was een stom apparaat. Stomme roeierriemen. Dat maakt helemaal niet uit. Hengeltje mee. Die wormen mee. En, oh ja, een stuk draadstaal. Weet je wat. Uh, dat, uh, dat staal, de meeste betonijzer. Uh, ja, een stuk betonijzer. Zo'n zo staafding, ding. Verroest, maar lekker zwaar. En een emmer voor de vissen. Heb ik voor iedereen een baars gevangen? Voor iedereen? Ja. En maar doorvissen. Zo, man. Uren vissen. En tellen. En eentje voor papa, eentje voor Nina, eentje voor Wim Kruidentuin, eentje voor zijn pleegzoon, eentje voor zijn pleegdochter, eentje voor het vriendinnetje van de pleegdochter, eentje voor de oma. Oh ja, en eentje voor de hoofdvrouw. Ja. Nou, dan kan je even doorvissen. Heel fijn hè, dat die, die vissen die lullen niet tegen je. Oh, die zitten onder het wateroppervlak. Stel ik je geile gozers. Ja. En dan kom ik eraan en met zo'n lekkere geile worm En dan hap, heke. Jij gaat in de pan. En dan met dat draadstaal. Dan hebben we zo'n klap in de nek. En dat is klaar. En daarna dan heb je alle tijd om dat haakje eruit te wurmen. Dus je hebt die, die vis aan de haak en hier gaat de boot in. En dan tak. Ja. En dan heb je alle tijd om dat haakje eruit te wurmen. En dan gooi je hem in de emmer. Met een beetje water. Vissen moeten zwemmen. Dus je gooi je in het water, in je emmer. En doorvissen. Lekker man. Die vrouw die ging dan uh, die vissen schubben. Dat kan. Dat kan. Het is een hoop werk. Dat wel. Je kan ook die vis in één keer uh, op de plaat gooien. En met je vingers moet je toch peuteren. Want wij deden niet aan fileren. Nee, er komt een baars aan en die baars is gaar en eet hem op. En dat velletje, ja, dan moet je maar kijken. Dan moet je met je vingers eten. Niet met vork en mes, dat gaat niet. Dat doen die Fransozen allemaal, dat doen wij niet. Zo'n leuk meisje. Dit gaat alleen maar over leuke dingen. Ik heb een Indonesische buurvrouw gehad met twee prachtige dochters. En die heette Rachel en Marcella. En Rachel, die was van de leeftijd van mijn zus. En Marcella, Marcella was mijn leeftijd. Oh, oh, oh. Dat was mijn vriend. Het was de enige die ik vertrouwde. Als, als ik naar buiten ging, was het aanbellen bij de buren. Of Marcella eraan kwam. En meestal was het zo dat als ik naar Marcella toe liep, ze woonde naast ons. Dan kwam zij al naar buiten. Van ik wist al dat, dat je kwam. Wat gaan we doen vandaag? Ik altijd met Marcella. En die vrouw. Die. Die kreeg een keer mot met de kerel. Dat was meneer Van Eck. E-C-K. Meneer Van Eck. En die werkte voor de KLM. En zij was Indo. Dus in de zin. Ze was een halfbloed. Denk ik. Ja, dat was een halfbloed. Maar dus uh, uh, Indo, of je moet dan zeggen Indies, dat is het andere. Want je hebt Indonesiër, en dat was zij niet. Dus zij was halfbloed. Maar dat maakt ook niet uit. Ruiken daar in die woning, jongen. Wow. Rotan. dan lucht. En dan uh, wat zij allemaal kon. Met uh, Jerry en uh, swang lang en uh, wat heb je allemaal daar in die Indonesische keuken? Die kon koken, jongen. Ja, die had eens dus een keer mot gekregen met de kerel omdat ze een kom rijst met haar vingers at. En dat hij tegen haar zei: Dat, dat doen we hier niet in Nederland. We eten met vork, mes en lepel. Jij, inboorling. Of zo. En, en toen had zij. <laughs> Wat was een van die grappige we hadden een mezzonet. Staat dat nog? Heb je een, want een flat is in principe één verdieping. Het plat. En een mezzonet, dat is een flat, maar dan heb je een trap. Dus dan kon je de voordeur binnen. En dan links heb je eerst links heb je eerst het toilet. Dat is handig. Gelijk, uh, al die vieze windjes en zo. Het uh. toilet zat aan de straatkant, of galerijkant. Kant. En dan krijg je de trap. En zij had in de gaten dat als die kerel binnenkwam, ja, dat hij dan in één keer doorliep naar de woonkamer. En die trap, ja, daar zat zij dan. Met een kommetje rijst. Even rijst eten met mijn vingers. Als mijn man binnenkomt, kan hij mij niet zien. Zeg zegt juist. Volgens mij heeft ze mij dat zelf verteld. ja, dat eet ik hier op de trap, want als mijn man het ziet, dan krijg ik gezeik. <laughs> oh oh oh, laten we het over leuke dingen hebben. Want het leven is zo leuk. Echt waar. Yo, maar George Soros die gaat de globale reset doen. En uh, ja, ik maak me er zorgen over. Maar waarom? Je weet niet eens wat het inhoudt. Dus daar maak je je zorgen over. Door na de Tweede Wereldoorlog kreeg iedereen in Nederland hier een tientje. Iedereen kreeg een tientje. En toen kostte een ijsje, dat kostte een cent. Of een ule uh, Ulevel? had je ook nog? Je had snoepwinkels. Alles kostte een cent. Dus, dit is een mooi liedje uit Den Haag. Vijf ijsjes van vijf. Vijf ijsjes van vijf, drie voor mijn eigen en twee voor mijn wijf, vijf ijsjes van vijf. Ja, vijf cent. Vijf ijsjes van vijf cent. En toen waren we ook blij, en waarom nou niet? Ja, maar tegenwoordig een ijsje bij de McDonald's, nou, dan betaal je blauw. Hoezo? Waar lul je over? Weet je wat duur is? Verse sinaasappelsap. Dat is duur. Dat is 4 euro de liter. Weet je wat duur is? Spinazie. Dat is duur. Echt. Uh, spinazie, er zit een hoop ijzer in, hè? En dan denken mensen, nou, dan moet ik spinazie eten. En dan word ik net als uh, Popeye. En dan word ik hele grote spierballen. Ja, het punt is, het ijzer dat in spinazie zit, dat gaat je reet uit. Want dat kan je niet opnemen, sukkel. Spinazie is lekker. Ik hou van die smaak. Dat wel, het is een smaakmaker. Maar dan moet je kijken wat het kost, man. Per kilo. En dan moet je even kijken wat een kip kost. Per kilo. Oh, die, die koeienbotten die ik heb gekocht, dat was 2,50 euro. Dat was toch, ik denk, 3 kilo. 2,5 kilo. 2,50. Dat is een euro voor een kilo. Ja, ga jij maar eens spinazie kopen voor 2,50. Als je dat kookt, wat hou je ervan over? Helemaal niks? Nou, dan vreet dat spul dan niet. Vreet koeienbotten. Dat is goedkoper. Dat ontdekte ik ook bij mij een bioslager. Ik, had toen, ik heb de hele tijd in een concentratiekamp gezeten. Dat... Dat is nou typisch iets wat altijd Joden weer overkomt. Dat je onder een SS'er zit. Ja, ah, dat heb ik gehad. Als ik erop terugkijk, denk ik... Ah, het was best een leuke tijd. Ja. Ze heet me net uh, Gloria Ganor. Of G nor. Hoe heet ze nou? De, uh, I will survive. Ja, precies. Ja. Yeah. Dus ik heb in Auschwitz gezeten. Op de Spijkerstraat 219-1. Onder een regime van een. SSR. Dus katholiek was ze. En de dochter is ook katholiek. Dus ja, dus ik daar zit je daarmee opgeschreven, snap je? Je hoort mij niet klagen. We zijn maf. Dus als ik erop terugkijk, denk ik. Nou, dat is best schijnige tijd. Ja. Lekker gekookt, man. En dan moest ik dus van de, die B. Mocht er alleen maar vlees komen van de groene weg. Een bio-ecologisch uh, verantwoorde beestenslachter. En duur daar, jongen. En dat gaat in tegen mijn principe. Hè? Want ik hou er niet van om uh, uh, te moeten werken voor de poen. Ik werk om te kunnen ademhalen. En daarvoor moet ik ook af en toe poepen. En omdat ik af en toe moet poepen, moet ik ook wat aan de bovenkant erin doen. Iedereen snapt dat. En graag zo goedkoop mogelijk, want anders moet ik werken. Je bereikt een leeftijd waarop je dat inziet, snap je? Iedereen zo klagen, ik moet zo hard werken en ik moet in de file staan. En weet je wat jij bent? Je bent de verkwister van je eigen poen. Je gooit hem maar over de balk. Ja, dan moet je hard werken. He -he. Jij wil zo graag mijn geld smijten. Donald Trump, you. Nou, moet je werken. En nou, ik hou niet van werken. In die zin voor de poen. Dat, dat, dat spreekt mij niet aan. Het is voor mij nooit een beweegreden geweest om een baan te accepteren. Waar ik nu werk. Dat is 12 euro netto. Als je braaf bent. En that's it. Dus twee keer het salaris wat de vakkenvullers krijgen bij de Albert Heijn. Twee keer. Dat is mooi man. Ik ben stom verbaasd dat ik het kan volhouden. Zo makkelijk. Anyway, dan word je door die B word je dus naar de bioslagerij gestuurd. En dan moet de kippensoep gemaakt worden. Ja, dan moet je kijken wat een kip kost. Bij de bioslagerij: 30, 40 euro. Dan heb je een hele grote kip, oké. Okay. 30, 40 euro. We een kip. Dus ik vroeg aan die man. En, en, heb je ook botten? Nou, dat had ik gezien, dat hij dat had. Kippenbotten. Ja, die gozer, die bioslager. Die komen al die vette kippenkamer binnen. Die gaat hij dan lopen slageren. En dan heb je al die filetjes. Die liggen klaar voor die deftige dametjes. En die botten, ja, die gaan dus ergens in een zakje En dat ligt in een dipvries. ik door mij die botten maar. Maar kostte die botten? Dat was goedkoop, jongen. Ik maai zo. Ik heb ook nog uh, ossenstaart bij hem gehaald. Reten goedkoop. Letterlijk de staarten. Dus je hebt een os. Oh, je hebt een koe. En dan de koeienstaart. Uh, mag ik staart? A B? een velletje eraf en een kwastje wat er onderaan, allemaal af, ik een gewoon koeienstaart, voor de rest geen gezonde meter. Lekker jongen, en dat kost niks. Ja, dat kost je gas, dat wel. Die moet wel branden. Kokie. lekker man, die ossenstaartsoep. Ja, dat is zo makkelijk, hè? Je koopt ossenstaart. En je hebt een bak water. En je hebt een kruidentuin. En je kinderen die zorgen ervoor dat de kruiden goed groeien. En uh, als mama dan uh, uit het keukenraam roept: van... Doe me dit en doe me dat. Dan hollen die kinderen de tuin in. En dan knip, 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 knip. En dan geven ze alles aan mama. En mama gooit het in de pan. En dan burn, baby, burn disco inferno. Lekker jongen. Ik heb toen een heldere gemaakt. Dat is een... Hoe heet die andere dan? Maar je hebt dus de heldere, die ga je filtreren. Dat is het eigenlijk. Alles eruit. Alleen de heldere. Oh, lekker jongen. Kijk, nu op mijn werk. Ik neem bouillon mee naar mijn werk. Dus dat werkt prima. Dat kost je 14 cent. <laughs> <Ja>. <laughs> ik reken hem dat uit. Zo, ja. <laughs> dus per dag ben ik 14 cent kwijt aan mijn bouillon. En daar is de, de limonade is gratis. Ik neem het aan, de, de koffie is gratis en de, daar blijf ik vanaf. De, de koffie, dat, dat, sorry, dat, dat hoeft niet. Daar ben ik achtergekomen. Ik krijg een zure buik van. Beter bouillon. Nou, ja, geen koffie. En dan uh, een siroopje erbij. Voor de dorst. En dan lekker veel suiker. Dan heb ik Ik heb bij de... We gaan wel lachen. Ik heb bij de Pinkstergemeente... Ben ik door mijn moeder, dat lieve mens... Ben ik op zomerkamp gestuurd. En dat heette... In de ruimte. En dat was in Zoest. Dan Moest je een hele eind lopen. En dan kwam je bij een zwembad. En dan mocht je zwemmen. En ik dacht. Wanneer krijg ik iets te drinken? Ik kan moeilijk het zwembadwater gaan drinken. Dat was heet jongen. En zweet allemaal. Dan gaan we nu lekker zwemmen met z'n allen? Ik denk ja, waar is het drinken? Ik wil wat drinken. En dan kreeg je wat te drinken, man. Dat was limonade. Ja, dat is goed uh, kraanwater kunnen heten. Gewoon uh, de, de limonadefles met uh, de concentraat is er overheen gevlogen. Zo'n vleugje van... Oh, volgens mij is het sinaasappel. Dat je dat maar moet raden. En ja, gatverdamme. Dat doe ik dus niet. Als ik bij HK22, als ik dan uh, suiker moet... En dan, gaat de, dan pak ik de koelkast, en die gaat die opie, en dan pak ik die siroop en dan die hup, 30%, en even aanlengen met water, en dan gulp. En dan gaan we poetsen met die handel. Ja, ik ben toch niet gek of zo? Tenminste, ik probeer erachter te komen dat ik niet gek ben. Dat is een, een langzaam en moeilijk proces. Omringd door mensen die de godganse tijd zeggen dat je gek bent. En dan doen ze dislikes op YouTube. Alsof ik daar wat aan heb. Ach, zie je het vrolijk in. Kijk, uh, even terugkeren naar waar we het over hadden. Hadden, 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 hetten. Tot en met week 37, 3342 mensen. Meer dood vergeleken met 2018. Die doden waren allemaal. in week 12 tot en met week 19. Toen Mark Rutte. de kroegen dichtgooide. en toen nog even met zijn lelijke hoofd kwam vertellen dat het nodig was. Kijk, hier in Nederland. als we de kroegen dichtdoen. dat is toch het beste idee. Want uh, dat zijn uh, besmettingshuiden. Kroegen. Ja, ik laat maar een stilte vallen. Ik, uh, ik heb er geen woorden voor. Ja. Dit is het einde. En dat doet de deur dicht. En er zijn geen woorden voor. Nee. Want dit is la, 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 la. Yo. En la ilaha ila la, dacht ik. Oh, wat, Piri? En die zeg je ook, la la la. En dat klinkt heel anders. Wat zei nou? Ik zei, la ilaha ila la. Ik kan van rechts naar, uh, naar links lezen, snap dus je? Ik ken ook Hebreeus. Ik zeg, la ilaha ila la. -ha Snap je? Het leven is geen geintje. Het leven gaat erom dat jij als man strijdend sterft. Geen dag vrij, geen pensioen, helemaal niks. Je wilt doorvechten. Je enige excuus is dat iemand jou gedood heeft en daar kan jij dan niks aan doen. Ik kan me zo voorstellen wat de antichrist is. En ik kan bijna zeggen: ik heb empathie. Je strijdt tot je sterft. Een beetje met je voeten bij het vuur zitten. Ben je een wijf of zo? Ben je ongesteld? Nou dan, mannen met een midlife crisis, die moet, je, die moet je allemaal een Porsche geven en dan rijden ze zichzelf wel dood. Ik weet nog een keer dat ik in de file stond op de A12 van Wageningen naar. Wat uh, was ik toen in Arnhem? Weet ik niet meer. Wageningen of Arnhem. Naar Amsterdam moest ik. En een file, jongen. En wat bleek nou? Bij Veenendaal... daar stond een uitgebrand wrak... of de, de, whatever, een autowrak. En dat was het dan. En wat voor een auto was dat... Ja, een of andere stomme uh, Mazda MX3 Plus uh, 300 en dan uh, echt een auto van 80.000 tot 90.000 gulden. Zo'n zo vreedmonster. Geen Ferrari of zo, maar je, je kent het wel. En, ja, en dan moeten wij allemaal op wachten. Dat is een lul met zo'n auto die hij niet kan besturen. En die klam, bam, boom, whatever. Dat heeft die close gedaan. En wij allemaal wachten. Gelukkig. Je mag hopen dat die bestuurder dood was. Oprotten met die handel. Ik, ik maak geen grapjes. Dat is niet waar. Ik hou niet van grapjes. Ik vind het vervelend als ik naar Amsterdam moet. En een of andere lullo heeft zichzelf doodgereden in een veel te dure auto. Met veel te veel paardenkrachten. Ik heb gereden in een Opel Senator. met 24 kleppen en een 3-liter motor. Ik heb gereden. Er was digitaal. kon ik het benzineverbruik zien. Een Opel Senator. 24 kleppen met een 3-liter motor. Denk je dat ik met die auto uh, gedingest heb? Nee. Die kon 220 kilometer per uur. Ik weet nog dat ik met mijn wijf naar Brabant moest, voor de begrafenis, en we belanden in een mistbank. En daar had ik. Niet gecalculeerd. Dus toen moesten we in de mist. heb ik 50 kilometer per uur gereden. En bij Tiel was de mist opgelost. En dan kijk ik op mijn klok. en het ging om een begrafenisherdenking. van haar vader. en ik wil graag op tijd zijn. Ik weet niet wat het is. Het is voor mij noodzakelijk. Als ik zeg dat iets gaat gebeuren. dan gebeurt dat ook. Ik, ik ben. Uh, hoe, ja, alpha noem je dat, maar ik weet niet hoe je dat moet noemen. Het, het punt is: als ik zeg dat we er zijn om kwart voor tien. dan zijn we er om kwart voor tien. Want dat is afgesproken en ik heb het beloofd. En ik zei het tegen mijn vrouw. Uh, nou, uh, we liggen achter op schema. Dus ik. Kan op tijd zijn. En dan gaan wij hard rijden. Jij houdt de rechterkant van de weg in de gaten. En als je me iets ziet, dan doe je een geluidssignaal. Ja, niet gaan zwaaien met je armen. Een geluidssignaal geven van oeps. Of pas op. Dat is het enige wat je moet doen. En jij kijkt alleen naar rechts. Ja. Ik kijk alleen naar links. En we komen er op tijd. Wel blijven opletten. 190 km per uur over de A15. 190. Het is lekker man. Je bent, als je in de buurt van Goringen komt. In die A15. De, de, dat, is, dat wordt dat drassig. Hè? En er zitten golven in. Dan moet je eens overheen gaan met 190 kilometer per uur, jongen. Met een senator, 24 kleppen, 3 liter motor. En dan denk je: oh wat lekker. Dit waren die golfjes. Dan was het ook nog voordat we bij Maden kwamen: dat er uh, een wegverbetering bezig was. Met bordjes van uh, 50 of 80. Ik zat achter een BMW 5-serie. Gozer. En die dook erin met 130. En ik dacht. Jij hebt een BMW 5. Ik heb een Opel Sonato, 24 kleppen met een 3-liter motor. Ik kan het ook. Goed kijken wat die BMW 5-serie doet. Je bent aan het rijden en je leert: bochtjes pakken. En gassen met die handel. Je hebt een stomme katholieke nummer. Uh, kind op tijd. Het punt is, je moet het zijn. En ik was daar op tijd. <laughs> ik kwam daar bij die kerk aanrijden met mijn Opel Senator, 24 kleppen, 3 liter motor. En... Tantes van mijn vrouw, die stapte ook net uit. Iedereen dacht dat wij op tijd waren, en we waren op tijd. Wij waren niet te laat. Ik, ik, ik hoor nog dat grint onder mijn van die ik van die brede, Hoe die nou, breie, dat? sloffen heet dat, breie sloffen. Die, die senator heeft breie sloffen. Ik hoor nog dat grint. Andere mensen nateren. Ik zag heel rustig zo. Biep, biep. En ik, ik ken de namen van die tantes. Ik vind die, die gozers van een Oom. Ze vinden allemaal geinige gozers. Dus een katholiek, maar dat maakt niet uit, ja, snap je? De, de, de mooiste opmerking van die familie was dat ze naar de kerk gingen, want anders was meneer Pasteur zo alleen. Kijk, dat noem ik kerkgangers. Jojo. Kijk, de vrolijkheid is het enige dat telt. En neuken. Ja, ik laat maar een pauze vallen. Een neuken is waar het om gaat. En dan kan je zeggen: Ja, maar ik ben een alleenstaande man. En dan moet ik dan een, een Japanse sekspop gaan neuken uit Japan. En hoe moet ik dat dus dan bestellen dan via jouw website? Nee, natuurlijk niet. Ik ga jou niet helpen om te neuken. Dat doe je zelf maar. En bedenk er goed bij dat als je overspel wil plegen, dat is een helpgedoe. En Christus zei: overspel is heel makkelijk. Overspel is zo makkelijk, jongen. Daar hoef je alleen maar te denken. Als Christus heeft gezegd dat overspel zo makkelijk is, dan is het ook geen moeilijke opdracht als ik tegen jou zeg dat je moet neuken. Want denken is doen. Ja, maar wie moet ik dan neuken? Moet ik Mark Rutte gaan neuken? Dat denk ik, ja. ja dat denk ik echt. Mijn vriendin, ja, laat ik haar naam, ze heeft zo'n mooie naam. <laughs> ze is van Joodse afkomst. Ook dat nog. En zij heeft gewerkt als dominatrix. En zij heeft mij gedomineerd. Ze zei: Kom, ik geef het je gratis. Dus Ik heb een gratis. Dominantie-ding uh, gekregen over me heen. Ik werd helemaal gek. Serieus. Da wijf. Het is ademloos. Wow. Nou, en die had een klant. En die wilde in zijn bips gepakt worden. En zijn vrouw, die wilde dat niet. En dus deed zij dat. En ik dan... Ik ben nieuwsgierig, hè. En ik zeg, ja, maar hoe doe je dat dan? Hoe ga je nou een kerel in zijn bibs pakken? Het, 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 ik snap er niks van. Nou, zij zei zij ik heb zo'n dildo met twee... Uh, uh, dat, uh, je hebt dus die, die voorlul. Hè? En dan heb je nog twee lullen. Ze dus, Twee staven. En die doe je dan in je voorgat en in je achtergat. Dan de riempjes aansnorren. En dan kijken of die voorkant goed hangt. En dan pak je hem. Ik zei: Maar waar dan? Bij jou thuis? Nee, zei ze: Nee, ik kom mijn huis niet in. Ik zei: Maar waar, waar doe je dat dan? Nou, zei zij: ze, De in zijn bus. Dan komt hij langsrijden met zijn bus. Dan kom ik naar beneden. Heb ik dat ding bij me? En hij vindt het ook heel geil dat ik het omdoe, en dan pak ik hem is zijn bips. En dat schuift 50 euro per keer. Toen zei ze van ja, en vroeger was het 100 euro. En nou nog maar 50. Hij heeft gezeik met zijn wijf gekregen, die heeft ontdekt van wat blijft die poen? Dat kan niet. Ze verdwijnt ergens poen. En waaraan? Ja, omdat Ilona hem in zijn bibs pakte. Ik zou het zelf niet willen. Ik heb ook tegen Ilona gezegd: meisje, meisje, ik snap wat jij kan. Zal ik het een keer met jou doen? En zij zei, ze, oh nee, oh, oh nee, daar word ik bang van. Ja, precies. Ze vertrouwt helemaal niemand. Dat zou ik ook willen zijn. Ik ben vol van vertrouwen. Ik vertrouw iedereen en uh, dan krijg je klappen. Je moet mensen geen vertrouwen geven. Want ze bedriegen, ze liegen, ze, ze, stellen, uh, ja, ze zeggen iets voor te stellen... En dat blijkt dan niet zo te zijn. Ja, ha. ha, 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 ha. Maar you believe me, dat ik Ilona. Die heb ik toch gepakt. Natuurlijk. Dat verdient dat meisje. Zij heeft ook gezegd in de kroeg. Tegen een stelletje buitenlanders. Dat ik goed kan neuken. Ja, en daar houden we het bij. Wat willen we? En elke dag moet je dat ook denken. Dat je net zo goed kan neuken als ik kan. Ik kan neuken. Weet je hoe je moet neuken? Alles geven. Alles. Zo'n neukje. En die vrouwen. die moeten alles pakken. Dat kan Ilona. Ilona kan negatieve energie. rare gedachten. dingen waar je niks mee kan. En dan gaat je lichaam een beetje raar trillen. en dan krijg je darmkanker of zo. Zij legt een hand erop. en ze zuigt. She sucks. Oh, maar Pirrie, uh, she sucks. Dat is dan, uh, zij deugt niet. <laughs> ja, inderdaad. En <laughs> Dat helpt wel. <laughs> de dag nadat Ilona mij te grazen had genomen, heb ik in Wageningen in het oranje in de rondte gelopen. Oranje-roze. Oh, wat lekker wat zij deed. Zij is nu teleurgesteld in mij. En ik heb haar wederom uitgenodigd om te komen eten en drinken. En drinken. Dat is best raar. Hè? Een vriend van mij uit Limburg. die heeft gezegd. op het moment dat je seks hebt gehad met een vrouw. is het voor altijd jouw vrouw. Zij gaat nooit meer weg uit je leven. want je hebt er seks mee gehad. Dat, uh, laat een pauze vallen. Denk er goed over na, jij als jongeling. als je ergens je paal in stopt. Het is voor eeuwig je wijf, hè? Je, je komt nooit meer van de herinnering af. Ik zie Ilona nog staan op het keukentrapje. Met de blote voeten en een spijkerbroek. En ik dacht, wat een mooie spijkerbroek. Doe eens uit. Dat is mooi man als een vrouw in een spijkerbroek met blote, vroeten, blote voeten op een keukentrap en dan zo buigen en die gaat de, de ramen aan de buitenkant schoonmaken. Hang ze met de dikke tieten hang ze over de vensterbank heen en, en naar buiten zo. Dat ziet eruit jongen. Ik weet nog dat Ilona was hier bezig geweest en dan kwam mijn dochter die trut. Ja, het moet er een keer uit. Ik vind haar een trut. En die trut komt bij me binnen. En die zegt: Wat is hier veranderd? Iets is anders en ik zie niet wat. En ik zat te programmeren voor Pfizer of Wyatt, zo'n multinational, om vrouwen vol te pompen met foliumzuur of zo. En ik ben bezig met mijn werk. En ik vraag haar naar: is er iets aan de hand of zo? Moet ik wat uitleggen? Wat is er nou weer mis? Ja, er is er iets veranderd. En wat dan? Ik zei: Nou, dat kan jij toch zien? Ik ben aan het werk om je alimentatie te betalen. Terug. <laughs> Zij snapte het. <laughs> en toen heb ik haar verlost. En ik gezegd, ja, Ilona is langs geweest. Die heeft alles schoongemaakt. Ja, ja. Het leven is simpel, echt maar. Seks is moeilijk. Om het leuk te vinden, dat is een punt. Veel mensen hebben een seksprobleem... Ja, daar moet je niet aan beginnen. Ik ga het zo dadelijk hebben over seks. Dat wordt de volgende uitzending. Seks is een kwestie van doen. Net als schoonmaken. En niet ouwe hoerie. Niet lullen, maar poetsen. Seks moet je doen. En dat doe je met je vaste partner... En dat kan moeilijk zijn. Dat weet ik. Mijn punt is: als je met meerdere partners seks gaat hebben, dan leer je meerdere vrouwen kennen. En hoeveel vrouwenkennis kennis kan jij als man aan. Want de vrouwelijkheid is. Uh, keep me. Je, je kan je erin blijven verdiepen. Ja, dan zullen we over Ron Jeremy... ...ga ik het ook hebben. Die jood. Een goede zo. Nou, dit ging dus over... Uh, de, ...de corona uh, hysterie... ...en wat er aan de hand is... ...en de CBS sterftecijfers... ...tot en met week 37. En de volgende uitzending... ...gaat over seks. En dan gaan we pompen... ...en kijken... Wat er van komt.